Het is zondagmiddag. Het is nu 3:00. Kijk, ik heb mijn nieuwe schoenen aan. Ik geef een drankje om met Gijske en Emily. Emily is vriendin van Gijs. We gaan naar Shira's. Shira, het is een wijnbar bij Leidseplein. Volop in de kerstvibe. Iedereen heeft vakantie. Ik ga wel even morgen gewoon werken. Maar ik heb ook wel wat een relax schema. Ciao! Oh jongens, het was zo gezellig. Chillen en een kerstfilm of zo aanzetten. Kijk eens aan. Het is 24e, dus het is kerstavond. En ik ga nu in mijn kerstlook naar mijn zus toe. Daar is mijn zwager ook natuurlijk en mijn nichtje. Dan gaan we eten. We gaan weer door met eten en drinken. De knoop is afgevallen, dus die ga ik even snel aanzetten. En dan ga ik deur uit. Dan ga ik nog even een cadeautje kijken of ik iets leuks kan meenemen. Buiten. Het was vandaag ook de hele dag blauw. Heel mooi weer. Er zitten wel winkeltjes waar ik even ga kijken. Dit is een dessert van Sergio Hermans. En dat is, wat is het? Tropisch rood fruit met merengue, Thaise basilicum. Wat zei je? Tropisch is mango ananas. Oh, sorry. Dit is rood fruit. Shit, kan je stoppen met filmen alsjeblieft? Ja, dit is... Dit is hoe het hier gaat. Ja. Dit is jouw leven hier. Ik heb gewoon mijn joggingspakje onderaan. Inmiddels is iedereen, denk ik, helemaal kanten klaar met die kerstverhalen. Maar goed, het is dus eerste kerstdag nu. Vanavond heb ik een date. Ga ik eten met mijnzelfde type. Dus ik kon nu lekker even alles afmaken. Ik wil eigenlijk, maar dat hebben heel veel mensen, even wat dingen opruimen en afronden voor dit jaar. Sowieso ligt diezelfde bult daar die daar altijd ligt. Dus dat kan ik echt wel even gaan opruimen en even stofzuigen mijn huis doen. Maar eigenlijk wilde ik ook nog mijn kledingkast helemaal door gaan spitten. Maar bijna erin zien, nee, dat ga ik vandaag echt niet doen. Ik ga denk ik, oh ja, ik ga nu dus even lopen. Oh ja. Ik heb geen eten in huis, dus ik heb er nog over nagedacht om boodschappen te doen, maar ik kon het gewoon niet bedenken. Dus ik ga even naar buiten, misschien is er wel zo'n oliebollenkraam open en dan kan ik even lekker wafeltje of zo gaan eten. Oh, het is zo lekker jongens. Ik loop in het Westerpark, zoals je ziet. Oh, ik weet niet of je nu wel geluid hebt. Ik heb die oortjes nog in, bellen. Lekker iedereen even gebeld. Albert Heijn is gewoon open, zag ik, dus ik ga even naar de Appie iets lekkers kopen voor de lunch. Het is weer precies dezelfde situatie. Ik ben klaar om een drankje te gaan doen. Dit keer met Quintijn en Floortje. Bij Kingfisher in de pijp. Ik heb dit aan. Mijn nieuwe shoe. En deze bomber. Vijf stretje. Ik heb mijn lippenstift in keer op. Ja, ik heb niks boeiends te zeggen. Het enige wat ik deze dagen doe is met mensen afspreken en bijkletsen. Drinken. Oké. Hoi! Merry Christmas! Ik zei net dat ik weer op het punt stond om met jou te gaan drinken. Het is het enige wat wij nog maar doen. Niet waar, we shoppen ook en doen ook koffie. Oh. En sporten. Nee, dat, oh ja, dat is wel waar. Maar gewoon met deze feestdagen alleen maar een partyen. Aan het drinken en aan het eten. Ja. We zijn onderweg naar Kingfisher.
Nou, we zijn weer. We zijn. Ja, Floortje is er weer. Joe, fijne kerst. Hoi. Marie Heinekenplein. Kijk, trammetje, gezelligheid. Ja. Nou, fijne avond. Doei. Happy holidays. Good morning. Het is donderdag en ook voor mij derde kerstdag. Ik ga nu naar Groningen, want we gaan met z'n allen hout hakken. Dus mijn broertjes, mijn ouders. En dan heeft hij voor het hele jaar weer hout op de kachel. Dus dat gaat dan een jaar drogen, maar dan dat van vorig jaar kan hij dan nu gebruiken. Dus ik fiets nu naar mijn zus en dan rijden we richting Grun. En het is echt 8 uur of zo nu. Pikken donker, voor dag en dauw. Maar ik heb er wel echt zin in. Nou, we zijn er. Hey Dente. Kijk, we deze. Live. We gaan meteen even live. Kijk, ze zijn dus al volle bak bezig. Ik heb net al wat actieshots gedaan. Nee, ik heb dus net al van dichtbij dat Ton aan het zagen is. Dus handen uit de mouwen nu, hè? Ja, even mooi wat hout haken. Hey, mag ik ook heel even op die? Ja, wacht. Ik raak niks aan. Nee, wat? Ja? Deze hier naartoe. Niet die hendel. Gaat wel goed. Roos, doe dan. Beter jij. Ga zitten. Doe. Nee. Even een hendeltje. Welke? Oh my god! Dit wordt een vlogje. Dirty. En we hebben al 1000 bomen gedaan. Kijk, hier ben ik. Ja, dus het gaat hartstikke goed, maar het is echt werk. Dit hebben we allemaal gedaan. Ja, ik ben weer terug in Amsterdam. Het ging allemaal heel smooth. En ik ga lekker naar huis douchen. Op de bank liggen. Ik ben kapot van het hakken. Super zwaar. If I may, I'd like to love you, love you. Good morning. Het is vrijdagochtend en ik ga nu naar Den Haag. Want ik heb met Edith afgesproken en zij maakt ook hele gave video's over fashion, over vintage. Dus we gaan koffie drinken en misschien gaan we ook nog even langs een vintage shopje in Den Haag. Dus ik ga nu naar het centraal. De trein. Heb ik mijn treinpas? Een goeie vraag. Ja. Doei. Paniek hier met dikke vrachtwagens. Oké, jongens. Waar zijn wij, Edith? Weet je de naam? We zijn bij... Club Vers. Oh ja. En dit is bij Holland Spoor. Ja. Wat voor stuk is dat van Den Haag? Eigenlijk een buurtje waar ik niet zo vaak kom. Maar er zit een hele vintage winkel. Oh ja, dat was nog niet geweest. En ik dacht van, volgens mij komt. Ja.
Laten we het daar nu afspreken. Maar we hebben heel leuk gekletst, ja. Al over fashion. Eindelijk iemand zien. Ja. Ik begrijp jou helemaal. Je bent helemaal gefascineerd door die kerstboom. Sorry. Ik filmde het net al. Maar, nou, ik dacht ik stop maar. Maar iedereen die mijn vlogs kijkt weet dat ik dus dol ben op kranen en grijpertjes en dingen zoals dit. Wat deze mannen nu aan het doen zijn. Maar ik vind het wel zeer ongezellig dat ze nu, ja. Het is nu 2 dagen geleden was het kerst. En nu gaat hij al weg. Dat ik denk laat hem gewoon tot oud en nieuw staan. Of drie koningen. Maar je wordt ook echt gekild, hè? Kijk dan. Ja, hij wordt afgeslagen. Zie je wat voor insta hoekje wij hier zitten? Dat is een mooie. Een roze bak. Weet je, een gekke outfit. Ja, je hebt een te gekke outfit. Ik vind beetje, het met die pol. En dan met het t-shirt. Met een beetje strak met de aan. Ja, dat moet je even uitrekken. Oké, tot zo. Wij komen hier nu net achter dat ze dit allemaal hier hebben. Deze is echt te gek. We zijn hier gewoon nu bij zo'n... Oh, ik heb ook geen geld volgens mij. Ik moet zo even checken. Kijk, allemaal van die heerlijke dingetjes. Allemaal van die Gucci. Dat is dus deze winkel. Daar heb je Hollands voor. Oké, wij gaan beginnen. Oh, ik weet alleen niet precies wat zit, hè. Dus, Maar het is hier vlakbij, toch? Oh, jongens, die winkel net was te gek. Maar daar houden wij dus allebei van. Een soort HEMA, maar dan Midden-Oosten. Maar we hebben sterk elkaar. Ja, wij zijn vreselijk. Maar we konden daar alleen maar cash betalen. Dat hadden we niet. Ja. Oké. All Labels heet het. Oh, ik zie al een heel mooi jasje. Dit is een heel mooi jasje. Ik word... Deze zijn zo mooi, maar die passen niet. Dat is zo cool aan hun, dat alles te lang is. Want zij zijn zo klein, dus het sleept over de grond. Drama. Ja, dat vind ik dus ook heel cool. Dat is allemaal... Ja. Deze jas lijkt toch ook gewoon te groot? Ja, dat vind ik... I love it. Maar dat is inderdaad lastig. Als je gewoon lang bent, dan krijg je nooit die hoek. Nee. Dit ding is ook te gek, een soort Amish, ja. Amish jurk. Ja, heel mooi. Dat het dood is ook een rot. Oh ja. Het is allemaal net eenmaal een kleine kant. Helaas. Deze. Ja, jij ziet weer een hele nieuwe lading. Oh my god. Dit is zo'n jurk. Is dat fantastisch? Dansers, ja. Denk ik dus ook even aan jou, maar ja. Niet het model, maar wel de ruit. Klopt, vind ik, ja. Heel leuk. Oké, okay, we gaan een dikke try-on doen, jongens. Ik dit moet uit, je kan niks overheen. Het heeft iets echt zo als een lakei. Kijk, die mouwen ook te gek. Klauwen zijn te gek. Oh, nu je het over lakei hebt, hè? Mocht je ooit van die pilgrimschoentjes tegenkomen. Ja. Wat zijn dat? Oh. Ja, met van die zwarte met ja, en zo'n dikke gesp erop. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Die horen bij deze jas. Ja, te gek. Ja, maar dit is echt, ik nee. Kan één beweging en ik scheur eruit. Maar ook dit is gewoon geen concessies doen. Nee. Goed zitten of niet, weet ja, je? Ja, het is wel mijn shape, maar niet, nee. Niet mijn maat. Nee. Oh, ik probeer jou niet te quote hoor. Zo, mag deze even mag oh ja, die wilden we allebei. Edith er mag of ik er mag. Het is toch helemaal... Ik heb wel mijn matchy shoes erbij. Ja, ik moet je zeggen, een bomber is niet mijn shape. Ja, het is wel mijn shape. Dat dus... kan iedereen bevestigen. Nee. Oh my fucking god. Zo tof. Lekker dit fout. Dit doe ik echt wekelijks aan, hè, als ja. Ik hem zou krijgen. Maar als ik hem zou krijgen ook. Ja, jij mag hem nog steeds hebben. Als jij denkt, ik wil hem, dan mag het ook. Maar als ik hem dit neem, is, maar weet je wat dit gewoon is? Aan. Dit is gewoon Chanel in een Versace. Ja, precies.
Oh ja, maar ik ben dol op bomber jackets. Bij iedereen vind ik dat goed staan. Ja? Ja. En ik heb nog iets leuks, jongens. Dit ding ga ik ook aan. Kijk, zo is die wel weer. Ja. Hier vind ik de strijd, ja. Ben je handig met die kaart? Hier vind ik oh my god. Met dit soort shoes. Dit wil je toch op je trouwdag aan? In Vegas trouwen. Die man. Kijk, hij kan alleen niet in. Nou ja, dat is... Dit is een mooi model. Dit? Ja. Maar dan heb je die gekke vin aan de achterkant. Maar dit vind ik mooi. Dit stuk. Oh my god. Mijn bil. Maar ik kom nooit in. Hij is ook te kort. Ik wil hem dan langer. In thema van Edith, fashion is fun. Hé, hey, trouwens nu toch? Oh ja. De camera. Oh ja. Kom lekker naar mijn workshop ergens in het land. Nou, in Groningen toch? Want heel veel mensen van mij zijn Groningers. Ja, I know you. Zeg, kom naar Groningen. Ik weet niet wat is staan met mijn zachte G in Groningen. Nee, van je accent. In groen. In groen. Maar waar gaat die workshop over? Oh, dan moet ze even naar jouw Insta. Ik doe jouw Instagram hieronder en dan kunnen jullie het opzoeken. Leer met studs. Hij is te klein ook weer. Maar als ik die broek... Dit kan wel dicht, toch? Of volgens mij kuit er niet in? Nee, die broek is gewoon veel te wijd. Nee. Ja. Hoe sexy is dit? Echt super gaaf. Maar hoe toevallig dat jouw maat is ook. Ja, 41. Oh my god. Ja, dit met zijn oversized trui. Ja, gewoon zijn hoodie. Heel, ja, dit. Ja. Dit is die Kim look. Oh. Ja. Ja, ik vind het wel tof hoor. Maar ik vind het zo gaaf dat je iets kan, weet je wel, downsexen zeg maar. Ja, ja, van die porno boots. Maar ja, maar dan helemaal zo'n casual trui, gewoon een jurk erop. Ja. Ja, dit is wel goed. Ja. Echt mooie barkrukjes. Het is echt een mooi stijl. De barkrukjes zijn heel vaak heel lelijk. Kijk, we zijn nu hier. De Wagenstraat. Kijk, dit ziet er allemaal heel lekker uit. Ja. We liepen hier nog even langs. We hebben net even Insta-foto's genomen. Hysterisch. Dit is ook een mooi potje. Wil je naar binnen? Nee, maar zo dit. Mijne komt, wel, laat alles maar zien. Mijne komt donderdag online. Hey, het is echt alsof we elkaar super lang kennen. Zo raar dit, maar dat heb je toch ook als je andere vloggers ontmoet? Ja, ja. Maar dat is wel gevaarlijk, want alles wat jij leuk vindt, vind ik ook leuk. Ja, we hadden net al een spannende situatie met het jasje, maar jij gunde mij echt. Maar kijk, één voordeel is, dat de andere maat. Ja, maar je past het jasje wel. Daar lag het, ja. Dit is gewoon niet jouw vorm. Nee, precies. Ja. Maar ik denk dat we nog heel wat samen wij gaan shoppen, binnenkort op Waterlooplein shoppen. Oh, soms zin in. Maar het maakt mij niet uit wanneer. Dan gaan we gewoon kijken. Ik heb alle tijd. Ik zou zeggen, bye bye. Doei. Zo koud. Ik ben weer lekker in mijn eigen stadje. En ik fiets nu naar huis. En als het goed is, die baard hier. Als het goed is een cadeautje voor mij afgeleverd. Ik mocht namelijk van mijn zus iets uitzoeken voor kerst. En ik heb iets gekozen dat ik nog heel lang wil. Kijk nou, dit wilde ik dus. Oh, dit vind ik zo mooi. Thanks, Suzie. Zie je dus, kijk, dat is het. Ik wil gewoon sportieve kleding aan, maar dan door die ringen, die Art Deco-achtige ringen. En hier dan zo'n beetje elegant detail, dat zo'n sweat dan meteen heel anders oogt. Morning, het is zondagochtend. Ik ga nu... Oh shit. Die loopt weer niet door. Dus ik ga nu even al mijn beelden bij elkaar sprokkelen. En die klaarzetten in een iMovie bestand. En dan ga ik lekker editen. Joejoe. Goedemiddag.
Het is denk ik uurtje op 3 nu. Ik heb mijn haar gewassen. En mijn make-up gedaan. Het is vanavond oud en nieuw. Dus ik ga straks even bedenken wat ik ga aantrekken. Maar ik moet nog mijn vlog afmaken. Mijn trailer, thumbnail, uploaden, teksten bedenken, comments beantwoorden. Maar dat komt wel goed. Ik ga het net redden. En dan ga ik even naar Nicolas en zijn vriendin Tanja. Die geven in de Jordaan bij hun thuis een borreltje. En daarna ga ik naar een café waar ik oud en nieuw vier. Dus ook om 12 uur ben. Daar is mijn date ook. We gaan het samen vieren. Maar ik ga nu eerst laten zien wat ik allemaal heb gekocht met Edith in Den Haag. Allereerst deze. Ik denk een hele wand. Eigenlijk twee wanden vol met oorbellen. Ik denk uit de periode van de jaren 80 voornamelijk. Misschien kan ik deze vanavond ook in. 1 euro waren deze oorbellen. Oh ja, en jongens, nee, allereerst. Als jullie dit zien, is het natuurlijk al 2019. Dus een heel gelukkig nieuwjaar gewenst. En ik ben heel erg dankbaar dat jullie altijd kijken en hele leuke comments sturen en supportive zijn. Het feit dat jullie kijken en reageren op wat ik maak en dat ik ook een idee krijg wie jullie zijn doordat jullie af en toe iets over jezelf delen, dat vind ik echt te gek. Dus dank jullie wel. En ik wens jullie een heel mooi 2019. Is wel cool, toch? Ja, dat vind ik wel mooi. Als eerste video in 2019. Een van mijn mooiste vintage vondsten ever. Namelijk een zijde bomberjacket met Chanel dessin. En ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker dat het geen echt Chanel jasje is. Maar dat maakt mij helemaal niet uit. Want hij is gewoon te gaaf. Dus ik denk wel zeker te weten dat dit uit de jaren 80 komt. Dat zie ik uit het model. Kijk nou, en dit placement artwork. Hè? Rammend ordinair ding, maar ja. Wel echt heel cool. Nou, hij is wel echt zijde aan de buitenkant. Ja, kijk. En ik draag hem wel gewoon dicht. Kijk, ik ga even mijn sieraden omdoen. Dat past hierbij. Ja? Ik ben in ieder geval echt de ideale partner, hoor, denk ik. Kan ik je vertellen. Die zit in mijn vlog. Waarom? Nou, omdat ik mijn try-on aan het filmen ben. Nee, dit is hele waardevolle content. Ik denk dat iedereen jouw stem wel even horen. Nee, dat ga je piepen. Jouw stem piepen. Oké. Okay. Maar daarna is het wel een beetje stevig ontbijten. Wat dan? Nou, het is niet helemaal vegetarisch. Het is, we eten morgenochtend vanaf van de barbecue eten, pistoletjes met ribeye. Niet. Hotdogs. Echt? Barbecue hotdogs, ja, vind ik echt heel lekker. Ja, zeker niet van mij. Lieve vloggetjes, ik ben een hele goede barbecuer. Mooi zo. En mijn stem ga je vormen. Ja, maar jouw stem is wel heel mooi hoor. Dat weet ik. Een hele herkenbare stem. Oh, heel herkenbaar. Doe eens FaceTime, waar ben je? Kijk. Nee, schat, ik ga niet FaceTime. Nee, ja, die camera is uit, maar je moet even mijn jasje zien. Wacht even, oké. Hoe cool is dit? En er zit dus, wacht even, kijk, een massive logo hierachter. Jezus, wat een lekkere. Doe even! Zag je mijn logo? Ga je dit aandoen vanavond? Vind je het mooi? Hij is opvallend. Vind je het erg als ik opvallend ben? Wat zeg je? Vind je het erg als ik jou shine stil, dat jij in mijn schaduw staat? Ja, hij speelt. Wel. Ik hoef alleen maar mijn t-shirt uit te doen en dan heb ik al meer dan jij. Piep. Oh. Maar wat vind je van mijn jasje nou? Mooi. Hij is mooi. Ja. Niet echt, denk ik. Nee, nee. Zeg ik net ook op beeld dat hij niet echt is, maar hij is wel oud. Hij is wel uit de jaren 80. Doe je ding, spreek later. Doei. Oké. Okay. I like to love you. If I may. Ik hou die schoudervulling, denk ik ook gewoon.
Ik ben er wel aan toe. Ik heb nog iets heel erg leuks gevonden. Deze mega hoge laarzen. Dit jasje was dus 12. Deze laarzen zijn 10 euro. En Kim K. Over Knee Boots. Afbeeldingen. Ja, kijk, hier is het toch echt zonder broekje en meteen die sweat. En hier is het dan een boot tot de knie. En dan dat wielrenbroekje. Oké. Okay. Night and day in my name, name. Ik zag nu nog één ding. Dit moet ik toch ook proberen. Ja.